Sama dat ook zeggen. Speelde Ballas en niet Simon. En het contact wordt verloren met die bal van een Nigeriaan. En volgens mij gleed hij weg op het moment dat hij wou trappen. Er is zoveel veranderen. We gaan kijken wat er gebeurt. En Simon met zijn vriend Van den Borren. Een eerste duel. Nog geen twee minuten. Ja, het gaan mooie duels opleveren. En Anthony die speelde ook de bal. Simon zegt Vertente. Van der Brugge naar de buitenkant. Simon, dit heeft hij graag vanuit dit soort positie. De voorzet met rechts. Van der Brugge met de kap en dan de trap. De scène ziet iedereen staan. Van den Borren, de tweede keer dat. Nog eens Van den Borren. Ja, niet weer, met de intentie om de bal te spelen. Hij wil graag Anderlecht de vierde titel op rij bezorgen. Simon, niet de beste ingespeeld. Weer Van den Borren, klein tikje, maar hij laat zich vallen. Door Van Azenbroek. Zoekt hem maar op. En inderdaad, goed gezien door Vertente. Ja, dan moet je daar ook op reageren. Of trappen. Ja, ploegmaat aanspelen was misschien een beter plan. Dat was een spitstrapje. Ja, in eerste... Maar goede actie, ja, he, van de meter. Heel goed. Goeie bal van Van den Brugge naar Simon met de borst en dan meegenomen. Een hele goede bal van Van den Brugge in de ruimte. En hier zou je in principe denken, je kan die bal doorkoppen naar de Poitre in de loop. Maar verkiest om de controle... Dan een halve volle eigenlijk. Tente, balvoordeel, Gent. En dat is goed, want daardoor krijg je schoen in de match. Simon is er voorbij. Bemba komt terug. En dan wordt het gewoon een winst die we weinig hebben gezien tot nu toe. Simon, dat is van heel ver, Simon. Er zat wel poeier achter. Ja, toch van ver, Simon. Toch van een meter of 25 à 30. Goed schot, maar hij ook te weinig op rood te verrassen. Ja, het is weer een ongelooflijk veel glijpartij we zien. Dat is een ijspiste daar. Goed van Simon Nachar. Even Simon. Van den Brugge opnieuw. Simon, goede bal. Simon, de tackle er uiteindelijk nog van Tielemans. Die goed in de weg lag. Simon opnieuw met Van den Borren. Van den Borren en Simon, match in de match. Realisaties is, kijk maar. Kunst, maar moeilijk om deze nog voor te brengen. Hoog en veel effect erop. Vindt Milicevic meteen. Simon, dit is de mogelijkheid voor Gent. Simon, Bemba met een correcte tackle. Uitstekend gevoetbald. Nou, daar gekapt. Nog eens kijken hier naar Simon. Ja, normaal gezien, als deze man wordt diep gestuurd, dan... Simon, onzorgvuldig. Van den Borren, slotseconde, eerste helft. De Poitre. Simon op de zijkant, de Poitre kiest positie in het centrum. Simon nu, hij glijdt weg. De mat is echt bijvoorbeeld wat meer verwacht. De Jagere. De Jagere nog steeds. De Jagere. De goal. Ja, hij zit erin. En even communicatie Vertente. Ja, laat ringen loren. En dan de schacht. Ja, die durft niet ingrijpen. En dan gaan we zien. Die is er niet aangekomen. Maar een goede actie van de Jager. Goed binnenhouden. Deel aan het spel, hè, Simon. Ja. Ja, die kan geen offside staan, want Proto ligt nog tegen de doellijn. Dus geldt echt doelpunt, inderdaad. Ja, toch wel een hele goede actie. Ja, meer initiatief verwacht van de zijkant, zei Ballet. En inderdaad, achteruit. Zie je wel, zal hij Van Azenbroek zeggen. Met die mannen van de flanken, die eindelijk in de wedstrijd zitten. Zij breken het open. Simon nu. Achteruit. Los. Stond al een tijdje droog. 9 wedstrijden zonder doelpunt. En Simon is weg. Simon. Voorbij. Dubbele dekking dan. En dan Bemba die zich sterk maakt. Azari, goede versnelling. En dan Simon weg op de linkerkant van den Borren. Wacht hem op. De voorzet. De Poitre! Bijna. Niet geluisterd, hè, want het is toch al de derde, de vierde actie. Van de flank en een goed gelopen van de Poitre voor de schacht. Die hem even kwijt was. En dan als je lopende bent, dan ben je altijd in het voordeel. Aantrekkelijk begin van de tweede helft. Simon maakt zich breed.
Kortrijk. Simon nog eens weg. Het van een Borre die hem weer opwacht. Overstapjes. Simon er voorbij. Simon zoeken naar zijn rechter. Dat is wat minder dan zijn linker, maar een goede poging van een Nigeriaan. Tegen één situatie van een Borre die ook hier wegleidt. En kan, kijk, up. Een hele goede wedstrijd speelde. Werd een paar keer in de rug gepakt, maar met zijn snelheid. Het goede nieuws voor de Buffalo's is dat alles mogelijk is. Hier, Simon, bij de spurt. Lisevic, hij was uit balans. Zijn traptechniek. Niklas Pedersen met de kans op 2-1. Ja, wie haalt het? Schacht, Proto komt en pakt Gent nu. Nou, Deven probeert over te nemen, maar dat gaat moeizaam. Binnendoor kan. Simon is vertrokken bij het Van den Borre. Simon is sneller. Simon heeft hem mee. Nou, Van den Borre is weer terug. Simon nog. Achteruit gelegd van de Brugge. Nou, het was te veel geduwd. Sprinten wel op scherp van de snee hier. Hele goede actie nogmaals. Achteruit leggen. Dan is het Hannes met het binnenkantje. Opzij. Milicevic. Simon en de overtreding van Van den Borre natuurlijk. Ah ja, hij duwt hem gewoon. Heel uit herhaling. Hij doet weinig verkeerd, maar hij loopt hij door. Inderdaad, heeft niet de bal. Vertente laat nog even spelen. Maar het is voorbij. Het is bijna afgelopen. Het is afgelopen op dit eigenste moment. Ah, Gent. Renato Neto met zijn vijfde van het seizoen al.